Goedemiddag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe Cat Response Live. Mijn naam is Jeroen Heerschop en elke week praten wij over Power BI of daaraan verwante zaken. Elke donderdag om 4 uur zijn we er weer. En kijk, ik heb een eigen naambordje. Dat had ik voorheen nooit. Leuk. ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag hier met Daan Bunte. Hoi Daan. Hoi, goedemiddag. Hallo. Goed dat je er bent. Jij bent business developer bij Create. Wat houdt dat in? Wat ontdevelop je dan? Business, klanten. wat ik nu mag doen, ik mag eigenlijk klanten helpen met onder andere Power BI en data om het in te zetten voor een bedrijf. Dat doe ik nu ongeveer een jaartje. En het is 3,5-4 jaar daarvoor ben ik business controller geweest. Dus dat is één naampje anders. Toen deed ik ook iets met de business. Alleen probeerde ik dat onder controle te houden. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht, nou, dat wil ik ook wel bij andere bedrijven doen. Dus dat doe ik nu ongeveer een jaartje. Dus dat leuk. Is echt leuk. Ja. Nou, en we gaan vandaag hebben over... Ja, waarschijnlijk dan meer de controllertijd. Hè? Toen je de eerste dingen deed met Power BI... Ja, want dat heb je intern, ben je daarmee aan de slag gegaan als controller om toe te bewegen naar Power BI. En ja, we gaan met elkaar hebben over waar liep je tegenaan in het gaan van Excel volgens mij vooral en met andere tools naar Power BI toe. Waar liep je tegenaan en hoe ben je daarmee omgegaan? Dus daar willen we het met elkaar over gaan hebben. En je kunt zoals altijd meepraten in de commentaren via YouTube of LinkedIn. En dan leuk als je meepraat. Laat even weten of je kijkt. Zeg even hallo. Vinden we ook altijd leuk. En misschien om te beginnen kan je eens uitleggen van... wat was jullie doel? Wat wilden jullie bereiken qua rapportage? Ja, dus wat we eigenlijk mee begonnen... Wat ik altijd dacht dat we deden is... dat mijn werk makkelijker werd. Ben ik wel later achtergekomen dat het eigenlijk een veel groter doel had. Maar ik zelf... maakte altijd heel veel rapportages in Excel. En daarmee kon ik via een tool ChatReports direct queryen op de operationele database. Dus waar het ERP-systeem ook in draaide. Het gevolg was soms dat er een uur lang niemand kon werken. Omdat ik weer een ingewikkelde query had geschreven. Dat was altijd niet even handig. Maar goed, misschien heel herkenbaar ook bij andere bedrijven. Vrienden gemaakt, ja. Ja, sommige mensen vond het wel leuk. Want ik kon even geroken, een kop koffie halen, een uurtje wachten en zo weer verder. Maar goed, dat niet zo efficiënt. Maar we hadden ook nog een groter doel. En dat is data-driven werken met de organisatie, zoals het modewoord mooi heet. En daarmee bouwden we eigenlijk ons bedrijf willen gaan sturen als een, zoals Tesla het doet. Hè. Dus alles heel veel keuze op basis van data. Ik heb ook een blog of een webinar gedaan met onze CEO, waar hij het in heel mooi uitlegt. Mm-hmm. En een van de eerste doelen die we wouden is eigenlijk dat we vooruit konden kijken. Dus wat gaat er in de toekomst gebeuren? En wat we daarvoor nodig hadden, was eigenlijk eerst een solide basis voor rapporteren. Ja. En wat we daarin hebben gevonden, dat is eigenlijk, we gingen van direct query op de EP-database en naar een single point of failure. Dat was ik, want op een gegeven moment waren de... query zo ingewikkeld dat ik de enige nog wist die, hoe het werkte. Dus je hebt heel weinig vakantie gehad ook in die tijd, Daan. Ja. Dus het was echt, mijn jaar zag er altijd uit. Ons boekjaar begint 1 april. Dat hebben we ooit ingesteld, omdat iedereen heeft een einde boekjaar eind december. Dus dachten we er bijna een ander moment, want dan zijn we even druk. Dus vanaf januari tot, het is het maart, en eigenlijk meestal april, want we waren niet altijd op tijd klaar. We waren bezig met budgetteren. Maar vervolgens hadden we een nieuw budget. Dat moesten we inladen. Moesten we in de nieuwe rapportages doen. Maar daar waren we niet zo goed in. Dus daar was ik ook weer 3 maanden mee bezig. En dan was het toch zo vakantie. Ga je op vakantie. Dus in september ergens hadden we de eerste rapportage over het boekjaar. En ik was de enige op een gegeven moment die dat kon doen. Dus je kan je wel voorstellen. Dat je voelt je niet heel erg goed erbij. Iedereen is chagrijnig. Want iedereen moet wachten op Daan. Dus wij gingen door naar. Dus wij wouden daar wat beters voor. Dus een goede basis om te rapporteren. Daarvoor hebben we wel intern gedaan, we zijn toch een IT-bedrijf, dus het datateam gebruikt. En hebben wij een data warehouse ingericht. En met Power BI daarop als voorkant. Waarmee we heel makkelijk konden rapporteren. Maar ook makkelijk vanuit de diverse bronnen konden
data kon ophalen. Dus je ziet hier links drie bronnen. Die gingen door de SQL database heen, een datamodel in Power BI bouwen naar diverse rapportages. En, ja, dat zeg je in één zin. Maar dat ging waarschijnlijk wel even tijd overheen voordat je dat had staan. En daar gaan we ook nog straks verder over door. Hè? Van waar loop je tegenaan? Dus ik zie staan ook vastgestelde en gedragen definities. Dus dat was ook nog gelijk even een dingetje. Dat herken ik wel. Als je mee bezig bent, denk je, oh ja, maar wat zijn eigenlijk exacte definities? Ja, we hadden ook verschillende voorbeeld. Kan je daar een voorbeeld van geven? Van waar liep je bijvoorbeeld tegenaan dan, qua definities? Je hebt... misschien het makkelijkste uit te leggen is de definitie van de omzet. Wanneer sluit je de periode wanneer je nog mag boeken? Dus op een gegeven moment ga je rapporteren over... Het is nu 11 maart. Ga je rapporteren over februari. Dan sluit je de maand af. Wanneer doe je dat? Doe je dat op 1 maart? Zeg je, er mag ervoor niks meer geboekt worden, want ik ga rapporteren. Of doe je dat een later moment? Maar ook, welke grootrekeningen pakken we eigenlijk allemaal als omzet? En we hebben wat verschillende bedrijven. Hoe kijken we tegen die intercompany omzet aan? En stel, iemand levert zijn uren nog in halverwege maart over iets op februari. Willen we dat dan daarin hebben of ben je gewoon te laat? Mm-hmm. Dat zijn definities. En uiteindelijk hadden we volgens mij een stuk of 80 definities helemaal uitgeschreven in een document. Waar iedereen zei, nou, daar kunnen we mee leven. Dus dat waren eigenlijk stap 1. Onze data engineers die begonnen gelijk met de vraag, maar wat is de omzet dan? Ik weet niet of jij dat kent, maar ik vind dat altijd een hele leuke vraag om te krijgen. Ja, leg dat maar eens uit in twee zinnen. Hè? Ja, niet te doen. Wat misschien wel leuk is, terwijl mijn koptelefoon tegen me begint te praten, dat die bijna leeg is. Even een snoertje erin. Dus er kijken heel veel mensen inderdaad. Ik zie iemand al zeggen, wat een drukte vandaag, leuk. Ja, vind ik ook hartstikke leuk. Ik zie heel veel hallo mensen zeggen. Laten we van die mogelijkheid gebruik maken, want ik ben wel benieuwd. We zitten denk ik met best wel veel financiële mensen te kijken momenteel. En allemaal zijn we wellicht in ieder geval geïnteresseerd in Power BI, dus ik neem me aan ook mee bezig. Ik heb een Mentimeter, misschien kennen jullie dat wel. Dan kan je gewoon met je mobiele telefoon ga je naar menti.com of mentimeter.com. Volgens mij menti.com werkt ook wel. Gebruik deze code en ik heb daar een vraag in gezet. Moet ik hem even zoeken hoor, wat een vraag had ik ook weer precies gesteld. Hier heb ik hem. Met welk doel wil jij switchen naar Power BI? Dus als controller, waarom zou jij naar Power BI willen switchen? Meestal Excel gebruik je misschien nu. Of met welk doel ben je geswitcht naar Power BI? Want jij noemde net al het doel bij jullie. Dat was ook vooral het vooruitkijken. En minder Daan hebben als risicofactor. Leuk als jullie dat zouden willen invullen. Dan ga ik dat straks ook delen. Wij gaan onderwijl gewoon verder. Maar vul dat gewoon in. We laten hem nog even in beeld staan. Misschien moderator kan nog even de vraag ook straks er even bij zetten. Dus met welk doel wil jij naar Power BI? En dan ga ik dat straks... leuk als jullie dat willen invullen. Ik zie nog geen antwoorden, dus ga naar menti.com. Gebruik de code. En laten we eens met elkaar kijken wat dan voor jullie doelen zijn. Ja. Daan, we gaan even terug naar jouw verhaal. Ik ben heel benieuwd. Hoe zag die nieuwe manier van rapporteren eruit bij jullie? Daar heb ik toevallig een slide voor. Ja, dat zou je niet verwachten. Wat we eigenlijk hebben gedaan, we zijn begonnen met, dat was onderdeel van de definities en wat we vooraf bedacht hebben, voornamelijk uit die directie, dat komt straks wel bij het lessons learned terug. Dus we gaan er op drie manieren kijken, op drie manieren rapporteren. En dat is toplijn, dat is eigenlijk gewoon al omzet die we doen bij de klanten. Een stukje manpower, dat is eigenlijk niks meer van joh, hoe zetten we mensen in? Welke omzet doen we vanuit de mens? En financieel. En financieel zijn we nog niet aan toe. We zijn al ruim 2 jaar bezig. Maar daar beginnen we nu onderhand aan. En in die twee, dus in de toplijn en de manpower, hebben we onderscheid gemaakt tussen operationele rapportages en tactische rapportages. En dus in de week kijk je operationeel. Daar kan je elke dag wat aan doen. En denk bijvoorbeeld aan, ik heb zoveel omzet genomen of mijn omzet van volgende week gaat er zo uitzien. Maar ook bijvoorbeeld, hoe heb ik mijn uren besteed? We zijn een bedrijf wat veel richt op uren. Hè, dus
net zoals elk ander bedrijf, moet er gewoon per zoveel procent declarabel zijn uiteindelijk. En ja, dus we hebben daar onderscheid gemaakt in operationeel sturen en tactisch sturen. En daarin hebben we ook, zijn we niet in één dag, maar in een aantal maanden geswitcht van maandelijks rapporteren naar je hebt altijd inzicht in je data. En dus wat er vroeger, wat er voor Power BI was, moest ik de rapportage vernieuwen. Nou, dat ging ook wel als fout natuurlijk. En vervolgens had er weer een uitzondering, want iemand had wat geks geboekt. Maar nu ging dat in één keer automatisch. Hè? Dus de data warehouse vernieuwt elke nacht. En ik heb elke ochtend verse data waarop die rapportage staat. En ik hoef ook niet meer te wachten tot Daan de cijfers oplevert, maar ze staan altijd voor me klaar. Dus je kan je wel voorstellen dat dat wel voor iedereen soms wennen is. Hè? Want het beste excuus van de manager die zegt, ik heb de cijfers niet, dus ik weet het niet. Nee. Als controle was dat heel bekend voor mij. Ja. Hey, ik heb wel een vraagje, Daan, over dat eerste punt. Ja. Hè? Want je zegt, nou, van maandelijks gaan we naar dagelijks. Maar ja, je hebt een maandafsluiting. Sommige cijfers heb je toch maar pas na de maandafsluiting. Of hoe hebben jullie dat dan? Wat zit daarachter? Nou, we hebben een getackled door in een ritme te gaan. En eigenlijk hebben we, het is heel simpel, elke maandag moet je uren inleveren. Dinsdag wordt zijn ze gecontroleerd. En woensdag hebben we de cijfers. En dat ziet er elke week zo uit. Ook voor maandafsluiting. Dus een maand is niks anders dan een net iets andere datumperiode. Hè? Dus een week en vier weken telt nooit op tot één maand. Maar, dus je hebt een maandafsluiting bestaat eigenlijk niet meer, want je sluit elke week af. Dus hè, je wacht gewoon totdat de laatste dag van de maand voorbij is en je hebt je maand compleet. Dus dat veranderde ook wel in jullie proces, dus iets dat aangepast extreem. Hebben. Ja. Ja, dus de eerste keer toen we dat deden, zagen we ook, dit gaat ons eigenlijk niet lukken. Maar als je iemand hebt met een visie die zegt, dat gaan we gewoon doen, uiteindelijk zijn we er wel gekomen. Dus wij Duurde dat lang, of hoe lang duurde dat ongeveer voordat jullie geschikt waren naar een week? Ik denk wel een half jaar ongeveer. Dus het, echt, het is een proces, dus je bent gewoon bezig. Ja. Op een gegeven moment, dan zie je in één keer dat het lukt. Want je hebt, dat is ook wel het belangrijke, wat hier ook staat. Implementatie is alles. Dat betekent de belangrijkste stakeholders. Dus ik kan niet in mijn eentje een maandafsluiting doen. Ik kan zeggen, nu is het klaar als controller. Maar als het niet compleet is, dan heb ik er niet zo aan. Dus ik moest accountmanagers betrekken. Ik moest ook alle collega's betrekken. Managers, directie. En uiteindelijk zelf ook nog de RVC die ook een plasje erover moet doen. Dus dat moet je gewoon met z'n allen doen. En wie waren de belangrijkste stakeholders bij jullie? Wie hebben jullie vooral erbij betrokken? Een stukje wat wij noemen Finova, zeg maar onze financiële afdeling. Want die praten met heel veel mensen. En die hebben ook communicatie met bijvoorbeeld accountmanagers. Voor het tijdig aanleveren van de orders, zeg maar. De verkoopcontracten. Maar ook bijvoorbeeld de teamleiders. Die met hun team moeten zorgen dat die uren op tijd zijn ingeleverd. Zodat we wel tijdig kunnen rapporteren. Dus het is niet één belangrijke stakeholder. Maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij het proces is even belangrijk. Ja, gewoon de groep, ja. Oké. Interessant. Nou, ik zeg onderwijl zie ik al veel antwoorden binnenkomen op onze vraag. Dus hartstikke leuk dat jullie dat invullen. Ik wacht nog even tot die online is, want ik zie hem volgens mij nog. Oh ja, hij staat net online. Wacht even, ik ga hem er even bij. Kijk, dit zijn wat jullie geantwoord hebben. Dus volgens mij een stuk of 13 mensen hebben geantwoord. Ik zie minder Excel staan. Ik zie ook staan meerdere bronnen, één oogopslag. Makkelijker te ontsluiten. Ik denk dat dat ook een hele goede is. Ik denk dat jij dat misschien ook wel kan bevestigen van, in Excel ben je toch veel handmatige acties vaak aan het doen. En met Power BI kan je dat wat meer automatiseren. Betere visuals. Ja, Excel is vaak iets meer toch tabellen. Hè? Jij gaat daar straks ook nog wat voorbeeldjes van laten zien. Hè? Je kan het veel grafischer doen. Een consistente rapportage. Ja, dus ik herken dingen hier ook weer in die jij ook vertelde. Dus dank jullie dat jullie zoveel dat wilden beantwoorden. Leuk om te zien. Zullen we eens gaan kijken. Wat waren nou de drie belangrijkste. Hey, ik weet dat dat de volgende slide is. Ja, ik heb de slides hier ook liggen. Je hebt drie dingen hier benoemd. Die denk ik wel heel leuk zijn om even eruit te lichten. Van waar liep je nou tegenaan? Ja. Nou, dat zijn de eerste die je linksboven ziet.
Power BI wordt niet altijd geaccepteerd als een rapportageplatform, want het is geen Excel. Ik denk dat dat voor iedereen heel herkenbaar is. Ja. Ik weet het zelf niet, maar het schijnt dat sinds de jaren 90 ergens kwamen de computers bij het bedrijf en was er op een gegeven moment een keer Excel waar je in gerapporteerd kon worden. Ja, dat heb ik nog meegemaakt. Erg, hè? Ja, ik niet, maar... Nee, ik weet het. Dus dat... ik zeg er maar niks over. Ik weet niet beter. Dus ik had controle, hè. Als ze denken, oh, Power BI, antwoord op al mijn vragen. Wie wil nou niet alles hierin hebben? Dus ik had alles heel mooi gemaakt, zag er piekelbellen uit. Laat ik zien, krijg een antwoord. Maar het is geen Excel. Ik denk, ja. Hallo, daar heb je nog helemaal niks aan. Dus maar dat de tweede vraag was waarschijnlijk, kan ik het wel exporteren naar Excel dan? Of niet? Dat viel wel mee. Want ik zei, ja, dat kan gewoon. Kijk, dan druk je op dit knopje. En vervolgens snapten ze het niet. Dus dat was snel klaar, zeg maar. Dus je was iets te snel. Je moest iets meer nog de mensen meenemen. Ja, dat waren we vergeten. Want we waren zelf heel enthousiast. We hebben alle complexe rapportages gemaakt. Nieuwe ook. Voor iedereen nieuw. Ook voor mij. Alleen is dat er zo op een gegeven moment zo diep in. Dat ik dacht, dat is toch logisch. En niemand snapt het. Voor de rest, dus dat is misschien ook wel als controleherkenbaar, maar misschien ook wel als ontwerper. Ja. En dus dat was het eentje. En zeker met managers liep tegenaan die gewend zijn aan Excel, er komt in één keer wat anders, dan is het anders. En dus anders is één. En het is misschien niet, nu ik het zo zeg, niet eens dat het een ander programma is dan Excel, maar het gaat er meer om dat het op een andere manier wordt gedaan. Dus in Excel had je Daan, die maakt dat voor mij klaar, die mailt mij dat. Dat staat keurig klaar. Ik kan daar wat mee. Dat is de foto. Maar met Power BI is dat niet zo. Dat is een geautomatiseerd proces. Je kan daar veel meer mee. Hè? En de datumperiode is niet meer zo spannend. Dus dat was heel belangrijk. Mm-hmm. En wat je ook ziet, die definities. Op een gegeven moment hadden we het direct. Ja, maar met die directie rond. Maar de rest van de organisatie moest dat eigenlijk ook nog wel mee. Mm-hmm. En die onderste is eigenlijk wat ik net zei. Je kan niet zomaar Excel, wat je kent, vervangen door Power BI. Het is niet, ziet er niet alleen anders uit, maar het is gewoon een andere manier van denken. Ja. Proces. Dus jullie zijn een roadshow begonnen, lees ik. Om mensen meer bewust te maken van wat is dat nou? Dus het is, kon het helaas niet over de schutting flikkeren en... Kijk, hier is het. Ga maar werken. Dat werkt. Zijn we achtergekomen, dat werkt niet. Dat is misschien voor heel veel mensen heel herkenbaar. Maar goed, ik ben wat jonger dan de rest. Zo je dat ervaren, ja. Ja, ik heb het in leven bij lijf en waren. Ja. Daar gaan we straks ook een gedeelte doorheen, samen met jullie doorheen. Dus ik ben bij alle belangrijkste stakeholders. Ik heb niet elke collega gesproken. Wel alle teamleiders, alle managers, alle accountmanagers. Heb ik helemaal uitgelegd. Dit hebben we gedaan en dit. En daarvoor doen we het. En zo kan je het gebruiken. Ja, en daarin zag je eigenlijk... Volgens mij heb je dat nog niet verteld, want ze hebben het wel een paar keer in beeld zien staan, maar CESA Groep zat jij als controller. Een beetje stom van ons, hebben we niet echt gemeld, maar dat is al live, hè? Dan gebeurt dat. Kan het niet meer editen. Maar CESA Groep is een IT, doet heel veel IT-dienstverlening, consultants. Dus ik zou eigenlijk ook dan denken van, dat is veel makkelijker om naar Power BI te gaan, want dat zijn allemaal IT-minded mensen. Die snappen dat wel. Maar dat was dus niet zo. Er zaten er een paar die het makkelijk gingen accepteren. Dus je had, dat noemen wij altijd ambassadeurs. Je kreeg door die roadshow te doen, zag je eigenlijk wel dat in elk team één iemand zat die ermee aan de slag ging. Mm-hmm. En het leuke was aan, ik kan hem ook toegang geven tot de dataset. Die gaan zelf mee. Als je die kan vinden wat je zoekt, je kan hem ook zelf maken. Het is niet zo spannend. Ze denken erop. Denken, dat is makkelijk. En willen ze dan nog verder gaan? Kunnen ze bijvoorbeeld de cursus doen? Heel toevallig. Maar daarnaast heb ik ook niet alles in Power BI kunnen doen. Want ik heb sommige rapportages teruggezet naar Excel. Dat heeft even geduurd voordat ik dat wou doen. Want ik weigerde het gewoon uit principe te doen. Uiteindelijk ben ik overstag gegaan en heb ik het toch gedaan. Maar waar ik wel trots op ben, de data kwam alsnog uit hetzelfde datamodel als waar de rapportages van Power BI op draaien. Dus ook in Excel kon ik op vernieuwen drukken en ik had dezelfde data als die in alle andere rapportages stond. Mm-hmm. Dus dat vond ik nog wel toch nog een kleine win. Om ook dat vertrouwen misschien te laten toenemen, bedoel je? Ja. Ja.
En dat zegt Vural ook en iemand anders die ondersteunt het al. Hè, ik heb het wel vaker genoemd, weet ik, maar je hebt downloaden naar Excel, maar je hebt ook analyseren in Excel. Hè, dus je kan inderdaad letterlijk op je Power BI dataset eventueel ook nog even een Excel rapport maken. Hè, wellicht als overgangsperiode, hè, ja. Toch diezelfde cijfers al te hebben. Dus dat inderdaad zie ik vaker gebruikt worden. En volgens mij hebben ze daar ook onlangs, of gaan ze dat binnenkort doen, dat het nog meer gaat integreren. Dat je zelfs, wij spreken, live kan praten volgens mij met de Power BI data vanuit LinkedIn. Volgens mij was dat bij Ignite vorige week bekendgemaakt. Goed, dat zoeken we nog even op. Maar volgens mij wordt het een live verbinding zelfs. Misschien weet iemand dat, kan iemand dat linkje er even bij zetten. Het werkt heel goed in ieder geval. Ik krijg nog een andere. Oh, sorry. Ja, nee, dat werkt goed. Hè? Ja, om inderdaad Excel er wel even nog misschien in het begin. Ed, die vraagt, dankjewel Ed voor je vraag. Hoe borg je de data en afbakening van periodes? Dat is een bredere vraag, maar hoe heb je misschien die datakwaliteit? Als ik misschien even anders vertaal. Hoe heb je dat ook dat vertrouwen misschien gegeven? Dat hoor ik ook vaak van ja. Ik weet nog niet of die grafietjes nou wel kloppen, want ik zie geen tabelletje meer met de exacte cijfertjes. Ik zie nu een grafietje. Ja, dat is... dat liep ook tegenaan. We zijn een half jaar bezig geweest om de datakwaliteit op niveau te krijgen. Want in Excel zie je eigenlijk, heb je een cijfer, dit is je omzet, klaar. En vervolgens als je dat over al je dimensies heen gaat zetten, dan kom je erachter, ik mis de helft van de dimensies. En klopt dat. Ik verwacht eigenlijk heel iets anders ten opzichte van wat er nu uitkomt. Dus daar zijn we wel een half jaar mee bezig geweest. En het downdrillen werkt heel goed. En wat misschien nog wel het allerbeste heeft gewerkt, en dat en dan zeg ik wel dat ik heel goed ben, maar gewoon heel veel verstand te hebben van wat er allemaal gebeurt in de dataset. Omdat ik daarvoor alles in Excel deed, en ik kende de data van binnen en buiten. Dus als iemand een manager een vraag had, joh, ik geloof dit cijfer niet, kon ik exact laten zien, ook in het EAP-pakket, waardoor dit cijfer zo kwam. En misschien hebben mijn collega's dat anders ervaren, maar ik heb niet veel moeite gehad om het vertrouwen in de data te behouden, zeg maar. Dus ik... Dat je ook met ze bleef praten en liet zien en van, kijk, het is wel hetzelfde. Dus gaandeweg ging toen het vertrouwen omhoog. Ja. Okay. Ik ga even een vraag weer in de groep gooien, want ik vond het zo leuk, zoveel reacties net. Dus we hebben nog een tweede vraag klaargezet. Waar liep jij tegenaan? Hè? Jij bent ook waarschijnlijk een jij-kijker. Je bent ook overgegaan naar Power BI waarschijnlijk, vanuit Excel. Wat waren voor jou de grootste barrières? Waar liep je tegenaan? Was dat inderdaad die datakwaliteit? Of was dat dat mensen überhaupt visueel moesten gaan denken? Of dat ze alles uitgeprint wilden hebben? Hoor ik ook vaak. Ja, kan ik het ook uitprinten? Nee. Nou ja, kan wel, maar waarom zou je dat willen? ik ben wel benieuwd wat jullie daar... gaan we die straks ook weer delen. Gaan we kijken of dat net zo goed gaat als net. Leuk. Dus je bent een roadshow gaan doen. Ben je die alleen gaan doen? Ja. Of hoe ben je daarmee begonnen met die roadshow? Alleen, eigenlijk. Want we hadden, okay. Ja, want we hadden ook... Op dat moment zaten we zonder CFO. Dus ik was... Ik kreeg heel veel vertrouwen ook van de directie om dat te doen, zeg maar. En ik heb daar wel in ook bijvoorbeeld contractbeheer meegenomen. Ik zou zeggen, je hoeft daar geen goedkeuring te vragen, want er was toch niemand die gewoon doen. Nee, precies. Ja. Lekker makkelijk. Ik vergeet ook altijd om goedkeuring te vragen. Maar meestal doe ik gewoon ogen dicht te gaan. Misschien dat ik ook daarop geen controle meer ben, maar het werkt toch uiteindelijk niet heel goed. Je bent een roodje. Hoe ben je daarmee begonnen dan? Want jij? Op een gegeven moment ga je werken aan zo'n PowerPoint. En je bent er heel lang mee bezig, dus je moet een paar stapjes terug doen. Ik heb daar ook, ik zal even een slide laten zien van, joh, zo zijn we begonnen. Oh, dezelfde fout als net, ja. Dus dan zie je ook die toplijn en die manpower die we net ook zagen. En ik ben het gaan uitleggen, joh, zo proberen we er naar te kijken vanuit data-driven sturen. En dat is vanuit de toplijn, dus je omzet bij je klanten. Die klanten zitten in klantgroepen, die hebben een eigenaar. En zo'n klant heeft ook nog een naam, heel gek genoeg. Dus dat is ook een bedrijf of een andere klant. En onder die klanten hebben orders. En daar kijken we alleen maar naar euro's omzet bij ons. Ja. En vanuit de andere kant
heb je manpower. Manpower zit in een unit. Bijvoorbeeld, units zijn bij ons de, bijvoorbeeld in Creates, waar ik dan werk. Ik heb ook een zusterbedrijf. Cloud Republic doet net wat anders dan een andere BV. Daar zitten teams in. En als controller vergeet je dat soms wel eens, maar daar heb je ook medewerkers in zitten. En die, zo'n medewerker, bij ons schrijft ze uren op manpower orders. En daarin hebben we een klantorder kan meerdere manpower's orders hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld een project waar 5 man op werkt. Ja. Maar ook één detachering order waar 1 iemand op werkt. En in die manpower kijken we niet meer naar euro's, maar naar uren. Hier ging ik eigenlijk uitleggen waarom we al die rapportages hebben gemaakt. Oh, ik scroll, kijk. En daarna, als we dan naar de toplijn kijken, naar het proces, hebben we 3 vragen gesteld. Wat hebben we, geleverd wat we afgesproken hebben? Dus we hebben iets verkocht, vervolgens gaan mensen daarop werken. En dat noemen we orderbenutting. Dus ik heb 40 uur verkocht, maar ik werk er maar 20. Daar zit een verschil tussen. Is dat logisch of zijn we iets vergeten te doen? Mm-hmm. Nou, hebben wij ook helaas altijd een budget. Dus we kunnen ook gewoon een omzet ten opzichte van het budget laten zien. En vervolgens heb ik de vraag gesteld, hoe stellen we dan die toekomst zeker? Wat leuk dat we leverden wat we beloofd hebben. En dat is heel belangrijk om te doen. Dus eigenlijk zonder dat is het niet. Maar op een gegeven moment ben je zo volwassen dat je dat kan. En dan ga je kijken naar de toekomst. Hoe gaan we hebben voor de toekomst genoeg orders liggen, zeg maar. Dat hebben we hier dan mooi in een Excelletje laten zien. Ja. En vervolgens heb ik gezegd, nou, je kan naar powerbi.com. Daar hebben we een app gemaakt, CS Group Topline. En dan kan je bij als accountmanager, kan je daarbij. En operationeel iemand kan er niet bij, want die was niet zo spannend voor. Maar toen je die roadshow deed, had je die rapportages al gemaakt die hier staan, bijvoorbeeld? Ja. En ja. Nu ga je langs en ga je dat laten zien en ga je demo's geven van die dashboards, neem ik aan ook. Hè, wat je ermee kan en je zet ze zelf achter de knoppen. Ja, dat werkt altijd het beste. En zo ben je gewoon een rondje langs de velden gemaakt om dat te vertellen. En wat waren de reacties toen je dat deed? Wisselend. Je had dus collega's tussen die dachten, ah gaaf, top, leuk, we gaan ermee aan de slag. Ja. Je had ook de collega gezet, maar dit, die heeft in de categorie, maar dit is geen Excel. Ja. En eigenlijk ook gelijktijdig met de roadshow, ik vond dat toen heel vervelend om te doen, heb ik dezelfde Power BI rapportages, ook in wekelijkse rapportages gestuurd naar iedereen die moest ontvangen, zeg maar. Dus ik heb exports gemaakt van Power BI uit de app, export naar PDF, ik weet niet of we dat ooit gedaan hebben, maar dat duurt altijd heel erg lang. Yeah. Daar was ik elke woensdag mee bezig. En dan heb ik in een Word documentje gestuurd. Maakte weer een PDF van, stuurde ik naar iedereen op. Kijk, hier staan alle rapportages. Omdat ze dat gewend waren om op die manier te krijgen, bedoel ja. In plaats van zelf om naar de online omgeving te gaan en zelf te klikken. Ja. Ze wilden het gewoon ontvangen. Ja, dus ik heb hard gepusht, zeg maar. Je hebt gewoon je mailtje met al je rapportages die je ook zelf kan opzoeken in Power BI. Ja, ja. Dat was altijd mijn... Maar is dat op een gegeven moment veranderd dan? Of bleef dat een hele tijd? Voor deel blijft het en een voordeel is veranderd. Dus we hebben niet... Okay. Power BI, dus het zelf ophalen van rapportages, heeft niet alles veranderd. Maar een gedeelte wel de dingen die essentieel zijn. Ja. Dus je hoeft het niet... collega Bob Woods wacht niet meer... op mijn rapportage als controller om te kijken wat het team per uur heeft gedaan, maar die gaat gewoon zelf kijken. Ja. Dus dat is veel logischer en als je de tijd vindt. Ik snap het wel inderdaad, maar ik denk dat het zou ook mooi zijn als je op een gegeven moment dat wellicht in overleggen gebruikt, weet je wel, dat je met elkaar kijkt naar hetzelfde dashboard online en daarin klikt, weet je wel, dit is iets anders dan een rapport vind ik vaak dan een dashboard, dus het heeft ook andere manieren. Ik ga eens even naar de... Ik ben me van bewust, ik ben de commentaar een beetje aan het verslonsen vandaag. Oh, dus ik ga even kijken of er nog leuke vragen zijn, want ik zie namelijk mensen reageren. Ed zegt, basis inderdaad is de kennis van de brongegevens en hoe deze tot stand is gekomen. Dus dat is inderdaad belangrijk om mee te nemen. Het is niet alleen maar een dashboard, maar het is ook waar komt het vandaan en hoe hebben we berekend, wat is de definitie. Dus vergeet dat niet als je die slag maakt. Zeker als je een hele andere vorm het gaat aanbieden. Mensen raken dan helemaal in de stress. De business controller moet het proces van bron tot dashboard snappen. Dat vraagt interesse, vasthoudendheid en de wil om het te snappen.
inclusief reconciliations, daar is het woord weer. Dat weet ik nog uit mijn tijd als controller. Dat was dus in de jaren 90 onderhand. Ja. Reconciliation. Nee, ik word ingezet. Mensen die weten wat het is, dus vergelijken of de cijfertjes aansluiten. Ja. Ja, dat is ook wel. Ken je dat? De vierkantscontroller. Ik was daar nooit zo sterk in. Ik vergat het altijd. Maar ik had een directeur. Ja. Die me daar altijd heel leuk goed op wees dat ik dat weer vergeten was te doen. En ja. Als het niet klopte, dat wist hij gelijk. Maar ik vind het wel een heel goede opmerking van Dennis. Want dat is ook wel super belangrijk, denk ik. Dat zie ik eigenlijk te weinig, denk ik. Dat je dat in een dashboard op de een of andere manier verwerkt hebt. Van, hé, ik heb hier wel even een crosscheck gedaan. Dat alles aansluit. En ik heb ergens een vinkje staan als dat goed is of zo. Weet ik veel wel. Ja. Maar dat je iets ziet van... De totale posten sluiten nog aan met grootboekrekening, weet ik veel wat. Ja, dus ik vind het wel een interessant onderwerp van hoe je dat kan overbrengen, zodat het ook weer iets meer vertrouwen geeft. Misschien, Dennis, heb jij daar ideeën over? Ik leg het even bij jou neer. Martijn, je hebt ook de mogelijkheid om de kubusformules in Excel te gebruiken, gebaseerd op een Power BI-model. Iemand hier ervaring mee? Ja, ik denk kubusformules, Ja, dat als je met een draaitabel of zo, dat je dan die formule ziet. Heb ik geen ervaring mee? Nee, weet ik niet. Nou, misschien iemand anders kan Martijn misschien daarmee op weg helpen. Nou, de opmerkingen komen nu achter elkaar binnen. Leuk. Nu ik ze begin voor te lezen. Leuk hoor. Ik niet. Ja. Volgende stap is een nog beter, dat is een collega van jou, weet ik toevallig, is een nog betere aansluiting met de eindgebruiker. Ja, de eindgebruiker blijft natuurlijk het belangrijkst. En ik denk ook dat het een iteratief proces is. Dat zou je ook herkennen, denk ik, toch? Blijft nog steeds... Nee. Oh, hier komt een vraag van Rick. Heb je ook te maken met row-level security in de rapportages? Vroeger mailde je de rapportage naar een persoonlijk account. Hoe heb je dit geregeld? Nou ja. Hoe hebben jullie inderdaad de beveiliging... Hoe hebben jullie dat daar gedaan? Ja, dus wij zijn een wel vrij open bedrijf. Dus iedereen mag in principe alles weten. We zijn daar niet zo heel spannend in. Ja. We hebben wel de basis. Bijvoorbeeld PSN-nummers halen we niet op. Want dat is niet interessant als miscontrole. Dus echt persoonlijke gegevens staan er bij ons niet in. Mm-hmm. Voor de rest hebben we data afgeschermd of rapportages afgeschermd. Dus we hebben op de data zelf geen low-level security toegepast. In ieder geval... Of dat is afgelopen jaar gebeurd, maar volgens mij is dat niet het geval. Mm-hmm. En, dus je kan vanuit de rapportage als accountmanager kan je alleen bij toplijn. En als teamleider bijvoorbeeld alleen bij Manpower. Iedereen mag wel inprikken op de onderliggende dataset. Okay. Dus eigenlijk staat wagenwijd open. Ja. Nou ja. Maar wel alleen intern. Dat is het standaard in... transparante organisatie. Ja, ja, dat Rick zegt, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja, dat heb jij waarschijnlijk niet, Rick, dus. Maar ja. Ja, dus... ook een belangrijk ding inderdaad. Hoe ga je dat allemaal inregelen? Ik had net een vraag gesteld, hè. Van welke barrières? Één persoon heeft inderdaad gezegd, ik lees ze gewoon even op. Ja, ze willen eigenlijk het liefst een exacte vertaling van Excel, veel medewerkers. En een andere antwoord is... dat gaat dan meer over het maken van de dashboards. Dat de DAX, hè, daar heb je hem weer, de beruchte DAX-formules. Ja, bij het maken van dashboards, het onderhouden, is dat iets waar jullie ook, wat je herkent? Daar valt eigenlijk, we hebben wel af en toe dat een DAX-formule niet klopt, maar die los je dan op. Dus op een gegeven moment, denk je, dit is een waterdichte formule. En dan is er altijd een situatie waardoor die in één keer niet klopt. Maar dat hou je in de gaten. Dus elke week, bij ons op dinsdag, woensdagnacht, draaide de omzet. Keken we woensdagochtend als eerste, klopt alles. Komt uit wat ik verwacht, zie ik gekke dingen. Mm-hmm. Makkelijker wel met Power BI natuurlijk. Je sleept even wat in elkaar. En je kan zien of het klopt. In ieder geval, had je ook standaard validatierapporten gemaakt dan in Power BI bijvoorbeeld? Ik zeg, die check ben ik elke woensdag dus aan doen nu. Laat ik daar even een rapportje van maken. Deed je dat dan ook of niet? In het begin wel. Daarna niet meer. Toen deed ik het op gevoel. Ik kon ook het voelen of, zeg maar, of je wel... Je hebt, als je het ziet, dan weet je... Ik zat er zo diep in. Als je het ziet, dan weet je of het niet klopt. Mm-hmm. Alleen mijn opvolger heeft dat volgens mij wel gedaan. Dus die was ook niet de standaard business controller. Zeg. Ja, dat lijkt mij ook wel handig inderdaad. Dat je gewoon allemaal groene vinkjes ziet staan. Van het sluit allemaal aan. Ja.
Nou, daar gaat Marijo naadloos een vraag over stellen. Wat doen we dit toch goed, jongens? Want hoe weet je nou dat de brongegevens betrouwbaar zijn? Leg je de rapportage terug voor controle bij de verantwoordelijkheden? Oh ja, dat zou ook inderdaad nog wat zijn. Want deed je dat dan ook bijvoorbeeld? Dat je inderdaad hun er ook bij betrok. Van kloppen jouw cijfers? Want ik ben maar een controller. Het zijn jouw cijfers, hè? Ja, dus ik uiteindelijk, als ik nu terugkijk, regisseerde ik de boel alleen maar. Dus ik had een team naast me, contractbeheer, die legde alle contracten in, zeg maar. In het begin controleerde ik heel erg, en nu heb je het weer niet goed ingevoerd. Dus nam ik die verantwoordelijkheid dat het niet klopte. Ik ben er toen wel achter gekomen, dat is niet zo handig, want dat kost heel veel tijd en werk en je bent overal in één keer verantwoordelijk voor. Dus zijn we ook naar een situatie toe gegaan waar inderdaad de contractbeheer werd verantwoordelijk voor al de ingelegde contracten. Dus ik vroeg, klopt alles? Hij zegt, ja, klopt alles. Oké, top, gaan we verder. En op het moment dat het dan niet klopte, kon je dat ook terugleggen. Ik zeg, ja, je hebt gezegd dat het niet klopte. Dus je moet even zorgen dat het wel weer klopt. Maar dat is gegroeid, zeg maar. Dus in het begin was ik de enige die er verstand had van afweet. Ik was heel druk mee bezig, ik zat er middenin. Maar op een gegeven moment dan heb je dat draaien en kan je het overdragen, zeg maar, die deelverantwoordelijkheden. Ja. Want uiteindelijk denk ik, als controller moet je niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, maar je moet kijken wat er gebeurt daarin. Ja, dat denk ik ook. Als business controller dan. Ik vind het ook een goede opmerking van Marijo, van leg het inderdaad terug bij die verantwoordelijken. Dat zou ik zeker ook wellicht al gelijk vanaf het begin, hè, als je toch zo'n slag aan het maken bent. Want het is meer dan overgang van Excel naar Power BI. Vaak ga je alles weer raken daardoor, wat je al eerder vertelde. Neem er ook mee van wie is nou eigenlijk eigenaar van de data. En laat die ook, ook wellicht meekijken van, staat het nu ook echt goed bij, hè, in bijvoorbeeld de dashboard, mijn informatie. Dus het zegt, ja, ik zou inderdaad ook een apart controle dashboard maken, waarin je bepaalde aansluitingen maakt. Ja, ik denk dat ik het met je eens ben, Ed. Ik denk dat het vaak vergeten wordt. En dat voor het vertrouwen kan dat weer helpen, denk ik. Ja, nou, helemaal goed. Zullen we even een paar kleine voorbeeldjes bekijken ter afsluiting dan van wat je zoal gedaan hebt? Dat lijkt me wel een leuke afsluiting. Ja. Dus misschien een paar... Ik maak elke keer dezelfde fout. Hebben ze een nieuw knopje erbij of zo? En elke keer groot in beeld. Schrikker. Teams kwam het ook elke week, hè? Dus dat is... ik denk dat is iets veranderd, want we hebben dit nog nooit gehad. Ik zou vaak verkeerde knoppen. Oké. Wat zien we hier? Nou, dit is uiteindelijk een rapportage. Die zat, zeg maar, halverwege. Dus we begonnen met de orderbenutting. Dit is toplijn omzet en orderportefeuille. Dus hier kijken we 6 weken terug en 6 weken vooruit. Je ziet trouwens ook, als ik mijn vinger op de grafiek zet, linkt die terug naar Power BI. Vond ik altijd wel krachtig. Want je stuurt iets en vervolgens kun je erop klikken en dan gaan ze naar de rapportage zetten. Dat vond ik wel makkelijk. Oh, maar bedoel je dat precies? Dit is gewoon een plaatje in PowerPoint, toch? Bedoel je? Ja, een plaatje in PowerPoint. Oh ja, maar met een linkje erachter. Okay. Oh, ja, dat is wel slim. Dus heb je toch een beetje beide werelden verenigd, toch? Je kan er dan klikken om de interactieve versie. Slim. Ja, dat is ja. Dus je ziet hierboven ook, je kan klantgroepen selecteren, klanteigenaren, accountmanagers en hier zit op bepaalde klant. Ja. Dus 6 weken terug en 6 weken vooruit. En in de huidige week zijn we blind. Dus we weten op donderdag niet hoeveel omzet we deze week gaan doen. Mm-hmm. Maar ik heb wel een orderportefeuille, maar dat was ook niet interessant, want je kan er toch niks meer aan doen. Mm-hmm. Dus hier konden we kijken, nou, in de afgelopen 6 weken hebben we dit gedaan. En in onze portefeuille hebben we zoveel omzet staan. Mm-hmm. Ik zie hier al dat we 4 weken vooruit kijken, daarna daalt de omzet heel erg. Ik kan je nu vertellen, nu zit die goed gevuld. En dat is gelukkig. Deels ook omdat we beter kunnen verkopen. Maar deels ook omdat we beter zijn in die datakwaliteit omhoog gaan. We hebben die orders beter ingelegd. We gaan niet meer reactief orders inleggen, maar alvast vooruit. Want dat is makkelijker, kwamen we achter. Ja, dus dat vind ik wel een heel interessant punt aan. Dus door eigenlijk dat dashboard nu, en om het ook misschien visueler te maken. Hè, dan denk je in één keer, we hebben een probleem over 4 weken. Maar dat kwam dus deels ook weer, omdat mensen nog niet alles netjes hadden ingevuld van wat er aan zat te komen, zou ik maar zeggen. Ja, want vroeger, voordat we dit deden, keek er toch niemand naar, zeg maar. Want waarom zou je iets invullen als er niemand naar kijkt? Maar als je nu één keer naar kijkt en je wordt erop afgerekend, laat ik het toch niet doen.
laat ik toch maar net er even die dingen invullen. Oh, gaaf. Ja, leuk voorbeeld. Ja. Dus dit is een andere. Hier gaan we vooruitkijken. Hier hebben we 13 weken vooruitgekeken. Ik durf niet meer te zeggen waarom het precies 13 weken was. Want volgens mij past kwartaal. Het op kwartaal. Kwartaal, ja. 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 Ja, zoiets. En hier zie je het grijze hebben we in de vorige rapportage al behandeld. En dus dat zijn de ingelegde orders. Dus je ziet hier hetzelfde gebeuren. Dat grijs dat in één keer afloopt. Mm-hmm. Maar je ziet hier wat nieuws erbij. En dit is een tweede bron die we ontsloten hebben. Dus we hebben ons EFB-pakket en we hebben een CRM-pakket die ondersteunt. En dit zijn de orders die we verwachten in de toekomst. Dus hier kunnen we in één keer dus eerst aan de hand van onze contracten hebben we in week 1 van 2020 een groot probleem. Ja. Maar we verwachten ook nog wel meer te verkopen. Dus dan zie je in één keer. Ja. Komt toch weer boven het lijntje uit. Hè? Ja. Ja, dat is het lijntje dan de taak, het budget. Ja. Was dat, vind ik wel leuk. Dus je hebt inderdaad ook CRM en het financiële systeem gekoppeld. Waren daar nog dingen waar je tegenaan liep? Wat was het? Of ging dat naadloos? Technisch was het. Ja, dus ik heb het geluk gehad. We hebben hele goede collega's die dit heel goed kunnen. Dus technisch was het niet zo heel spannend. Het zat er meer in dat het CRM-systeem ook goed ingedicht moest worden. Dat je daar de juiste data in staat, zeg maar. Ja. En je moet je CRM-systeem überhaupt je order gaan, als je hem verwacht, gaan opvoeren. Kan je vertellen dat in het begin werd dat ook, had niemand dat gedaan. Zeg maar. Er was één accountmanager volgens mij die dat goed deed. En de rest die dacht, daar kijk ik toch niet van naar. Nee, weet hetzelfde argument wat je net zei. Dus ik vind het wel leuk. Nou, ik vind het twee hele leuke voorbeelden. Laten we het daarbij houden. Dus zeker. En als je het pas toont, dan komen er ook weer bepaalde bewustzijn van. Oh, we willen wel grip hebben ook op de toekomst. Dus niet alleen maar terug te kijken. Wat je toch ook vaak in rapportage ziet. Van, zo hebben we het gedaan. Dus dat vind ik wel heel leuk. En dat was ook je doel. Dus dat is weer mooi. Hè? Mooi cirkeltje hebben we gemaakt. Dat was ook het doel, dat vooruitkijken. En dat heb je nu beter kunnen doen. Onder andere door het visueel te maken in Power BI en interactiever te maken. Dus leuk. Ik vond het een heel leuke sessie. Ik vond het ook leuk dat er lekker veel vragen en interactie was. Dus dank daarvoor. Laten we het afsluiten. Ik vond het een leuke, gewoon praktische case. Dus mocht jij kijken en denkt van, ik heb ook wel een leuk gewoon iets echt uit de praktijk, weet je. We doen deze sessies elke week en voor mij is het geen commercial voor Power BI. Ik wil gewoon de echte, hoe het in het echt gaat, zou ik maar zeggen. Er zijn ook dingen waar je rekening mee moet houden, dingen die er allemaal omheen spelen. Dus dat vind ik alleen maar leuk dat je dat wilde doen, Daan. En dank voor je openheid daarin. En voor iedereen die aan het kijken is, volgende week zijn we er weer. En dan hebben we vast weer een hartstikke leuk onderwerp. Had je hem klaarstaan? Kijk. Wat een top moderator heb ik er ook, hè? Power BI binnen Schiphol. Ja, gaan we ook een case doen. Ja, dat is zo. Dus we doen 2 weken achter elkaar Dennis gaat vertellen hoe zij Power BI binnen Schiphol. En geeft ook leuke voorbeelden van dashboards. Dus als je dat interessant vindt, dan zijn jullie welkom. Bedankt Ed. Bedankt Rick. Bedankt Marijo. Tot volgende week. Doei. Doei. Doei.